Even, ben je er klaar voor? Nee. Hoi, leuk dat je kijkt. Ik draai me wel om. Vandaag ben ik met... Hallo. Vandaag ben ik met Eva en wij gaan de... Ik kan dit niet stoppen. En wij gaan de 100 vragen tag doen. Hou nou eens op! Waarom doe je dit met mij? Voordat ik een vraag beantwoord, ga ik eerst vragen aan Eva wat zij denkt dat ik ga antwoorden. Slaap je met je raam open of dicht? Wat denk je? Dicht sowieso. Je slaapt sowieso met mijn raam open. Dan voel je zo dat raam uit. Ja, en jij ook. Ja. Neem ik aan, ja. Ja, bij mijn vader in de zomer slaap ik soms met het raam open, maar eigenlijk vooral dicht. Ik kan dit niet uitspreken. Neem jij de shampoo conditioner flesjes uit een hotel mee? Wat denk je? Ja, sowieso. Je stilt alles. Ja, dat op zich ben ik best een krent. Maar ik denk jij niet op een of andere manier. Ik niet, maar mijn moeder wel. Ja, precies. Oké, volgende vraag. Slaap je met je dekbed ingestopt of niet? Denk je? Nee. Jawel. Nee, het is niet ingestopt. Ja, aan de achterkant toch? Oh ja, dan wel. Jij niet. Sowieso. Nee, want dan heb je geen ruimte. Als je dat één keer zo doet, dan trek je dat hele bed mee. ik zit tussen twee muren. Ja, maar dat hele matras, kijk, dan trek je met het matras. Ik weet niet wat voor matrassen jij hebt hoor. Nou, rare dus. Heb jij ooit een verkeersbord gestolen? Ja. Ik ben even een verkeersbord gestolen. Ik zou niet weten waarom je dat zou doen. Trouwens, nu lijkt Eva groter. Maar ja, ik ben ook groter. Nee, doe me niet omlaag. Doe me niet omlaag. Ik ben ook gewoon groter. Ja, je bent ik kan er gewoon niet tegen. Gebruik je post-it notes? Oh, dat zijn van die plakketjes, ja. Nee. Nee, ik ook niet. Het is gewoon kut. Ze plakken niet langer. Knip jij kortingsbonnen uit zonder ze ooit te gebruiken? Ik krijg nooit kortingsbonnen. Wel even van die tijdschriften krijg van die... Ja, maar ik heb ze wel eens bij de Applejack bijvoorbeeld. Van dat ik zo'n kortingsbon ging uitknippen, maar niet echt. Ja, ik gebruik ze bijna nooit. Ik was eentje ver. Word je liever aangevallen door een beer of door een zwermbijen? Een beer, denk ik. Ja, ze zeggen dat die bij de hete achter je aan blijft zitten, maar een beer toch ook. Ja, alleen dan ben je in één klap dood. Van bijen is het gewoon... Nou, in één klap dood? Ik denk niet dat de beer je één klap geeft en dat je dood bent. Ik denk dat hij rustig uit elkaar gaat trekken. Heb je sproeten? In de zomer wel, maar in de winter niet. En jij? Nee. Ja. Lach je altijd op foto's? Nee, niet altijd. Bijna altijd. Ja, als het moet, dan lach ik. Ja, het meeste waar leuke foto's sta ik meestal gewoon lachend op. Leuke foto's. Ja. Leuke foto's. Ja, van die foto op de boot bijvoorbeeld. Die komt nu in beeld trouwens. Oké, wat is je grootste ergernis bij mensen? Als ze je niet uit laat praten. Oh, wacht, jij moet het beraden van mij. Oh ja, dat zijn we helemaal vergeten. Nou, ja. In ieder geval van mij is het als ze me niet uit laten praten en van jou. Ik heb geen irritatie bij mensen. Ja, gewoon als ze kut zijn. Als ze gewoon iets zeggen over mensen wat helemaal niet waar is. Ja, als ze gewoon in de kut. Ja. Ik heb niks meer te zeggen hierover. Tel je de stappen die je maakt als je loopt? Waarom zou je dat doen? Oh, wacht. Dat deed ik altijd toen ik een klein kindje was. Klein kindje. Oké. Ja. Heb je ooit geplast in de bosjes? Ja. Ik ook. In Afrika. Maar het was echt zo, we stonden midden in de safari. We moesten nog super lang. Ik dacht, ja, ik moet nu gewoon naar de zeepunt uit. Ik op de weg naar Italië een keertje. Erg gepoept? Nee, dat gewoon niet. Dat vind ik, dat kan je niet maken. Dat vind ik dat ook is gewoon zielig voor de natuur. Doet de natuur dat niet aan. Dat vind ik best vies. Dans je wel eens terwijl er geen muziek op staat? Ja, zo vaak. Iedereen doet dat denk ik wel. Ja, echt hè. Bijt je op je pen? Ja. Niet meer. Nee, wel op de basisschool. Altijd bij toetsen deed ik dat. Oh, potloden altijd. Nee, ik vond vies. Oh nee, ik beet altijd potloden. Met pennen, toen ging ik altijd dat dingetje, dat uiteinde, ging ik altijd bijten. Dat vond ik echt vies. Oh nee, dat deed ik dan weer niet. Kun je zeilen?
Oh, wacht, jij moet dat van mij. Nee, van de kapot. Wat? Oké, kan ik zeilen? Nee, sowieso niet. Ik kan zeilen. Echt? Ik heb zeilles gehad vroeger. Op de basisschool. Ja, ik kan niet goed zeilen, maar ik kan het wel. Oké, fijn. En jij niet, sowieso. Sowieso niet, wat denk je? Hoe groot is jouw bed? Nou, 1,20 bij 2 meter, volgens mij. Oké. En jou? Het is van 2 meter bij 4 meter of zo. Het is best groot. 4 meter, jezus! Nee, maar zeg maar... Deze kamer is 4 meter. Nee, sorry. 2,5 meter bij 2 meter. Ja, nee, dit is geen 2 meter. Dit van daar tot daar is 2 meter. Ja, jullie zien dat dan niet. 2,5 meter bij 2 meter, denk ik. Nee, 2 persoonsbed, gewoon punt. Ik weet de maat niet. Wat is je favoriete liedje deze week? Dat is Closer. Ja, sowieso. Die heb ik ook vandaag geluisterd. High five! Yay. Mannen die roze dragen. Daar is niks mis mee. Nee, is toch goed. Ja. We hebben trouwens allebei groen aan. Groen aan? Oh ja, groen aan. Ik zag het niet. Kijk je nog steeds tekenfilms? Nee, ik heb die nooit leuk gevonden, ook vroeger niet. Oh nee, vroeger keek ik al tekenfilms, maar ik kijk überhaupt geen tv meer. Nee, ik ook niet. Ik kijk alleen YouTube. TV, maar die staat nooit meer aan. Nee. Wat is je minst favoriete film? Oh, die ene film die ik heb gekeken. Welke? The Boy in the Striped Pyjama's, over die Tweede Wereldoorlog. Dat er zo'n jongetje doodging, die is echt niet leuk. Ik kijk niet zo vaak films, dus ik weet niet echt. Ik kijk alleen maar films die ik leuk vind. En anders kijk ik ze gewoon niet af. Dan heb ik geen zin meer naar de reclame of zo. Naar de reclame. Ja, als ik bij mijn moeder een film aan het kijken ben. Waar zou jij je schat begraven als je er één zou hebben? Nou, in de grond, de... Nou, ik zou het geld gewoon... Ja, maar waar zou je hem begraven dan? Waarom zou ik hem begraven? Nou, misschien... Ja, eigenlijk wel. Ja, waarom zou je je schat begraven? Weet ik veel. Misschien komen piraten aan om te stelen of zo. Moet je op de rechts verstoppen. We leven in de 21ste eeuw. Misschien komen ze toch. Wat drink jij bij het avondeten? Water. Water. Ja, kan. Ja. In wat voor saus dip jij Kip Nugget? Ik doe hem nooit met saus. Ik vind hem niet lekker. Ik ook vind niet. Het gewoon los lekker. Ik heb meestal bij de McDonald's heb ik gewoon Kip Nugget normaal. Ja.